Welkom bij Green Date Speed Date, de serie waarin ondernemers hun duurzame idee pitchen bij een groot bedrijf. Hoe doen ze dat? Door middel van een speed date met een vertegenwoordiger van het bedrijf. En wie weet komt daar een toffe samenwerking uit. Dus let's go! Martijn en Vincent van Qualitaria. Welkom. Ja, dankjewel. Te gek dat ik hier mag zijn. Voor iedereen die het niet weet, wat is Qualitaria? Qualitaria is een franchiseformule met 135 locaties door heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht. En we zijn eigenlijk de lekkerste cafetaria-formule van Nederland. Hey, we zijn hier vandaag om in gesprek te gaan met ondernemers. Om te kijken of zij wellicht een duurzame oplossing hebben voor Qualitaria. Wat is jullie vraag eigenlijk aan die ondernemers? Wij van Qualitaria vinden het heel erg belangrijk dat we producten maken die duurzaam en verantwoord zijn. En dat hopen we vandaag ook te vinden, maar dan in het vegan assortiment. Want dat hebben we nog niet op dit moment. Nee, nou te gek. Daar zijn we vandaag. Wat verwachten jullie van vandaag? Wij verwachten vandaag mooie innovaties te zien waar de bedrijven die zich richten op vegan mee bezig zijn. En kijken hoe we dat kunnen implementeren in onze Qualitaria's. En wellicht hier en daar nog wat schaven aan het product, zodat het voor onze ondernemers zo goed mogelijk werkbaar is. Ik ga eens kijken of de ondernemers er al klaar voor zijn. Dus ik zie jullie zo meteen in de Qualitaria. Oké. Tot zo. Hier achter mij staan de ondernemers te popelen om hun duurzame oplossing te pitchen. Hidde, yes. Van Karma Kebab. Precies. Ik ben ontzettend benieuwd. Vertel, wat doen jullie precies? Wij maken plantaardige kebab van groente en graan. Knolselderij om precies te zijn. Knolselderij? Yes, zo duurzaam mogelijk. De meest duurzame groente volgens mij. En ook nog eens lokaal gevonden in Nederland. Smaakt het ook echt naar kebab? Beter nog? Yes. Ja. Ik ga het zo meteen proeven, hè? Helemaal goed. Ik ga mijn ongezouten mening geven. Kom maar op. Maar vandaag zijn jullie hier bij Qualitaria. Wat denken jullie te kunnen toevoegen aan de Qualitaria? Nou, ik denk dat wij zeker op het duurzaamheidsspectrum een gigantisch goede propositie hebben. Ik denk dat wij bij Qualitaria heel erg aansluiten, omdat volgens mij beide bedrijven snappen dat als je je richt op duurzame kwaliteitsproducten, dat je dat terugproeft in de smaak. Dus ik denk dat wij als bedrijven enorm goed bij elkaar passen. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan zo meteen ook proeven. Dus ik zou zeggen, bereid alles voor. Dan kom ik zo meteen bij je terug. Yes. Dino, je bent van Vegan Masters. Welkom. Dankjewel. Wat doen jullie precies? Danny Galjaard, die heeft 2 jaar geleden zat hij in Spanje na te denken over... er is veel meer vraag naar vegan. Wat is dat eigenlijk? Veganistisch, vegetarisch. Hij had eigenlijk één wens. Hij zegt, hoe kan ik eigenlijk de wereld van food meer gaan veganizen? Yeah. En daardoor is hij op het idee gekomen om een totaal convenience concept in de markt te brengen. En wat moet ik daarbij voorstellen bij een totaal convenience concept? Wij zetten eigenlijk een platform neer voor heel veel mensen die creatieve ideeën hebben om maaltijden te bedenken. Of zoete producten, of belegde broodjes, sandwiches of pizza's. Deze mensen nodigen wij uit. Die mogen dan koken, dingen voorbereiden. En daar kiezen we elk jaar 2 keer in een sessie van 7, kiezen we dan de masters uit. Hun producten nemen we dan op, produceren we. En zetten we dan in de markt met een gezicht erbij. Dus stel, ik heb een superlekker vegan recept, dan zou ik zomaar een van jullie masters kunnen worden. Ja, klopt. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Dat zouden we ook leuk vinden. Ja. Super benieuwd. Bereid je nog even voor op je pitch, dan kom ik zo meteen terug. En dan mag je helemaal los. Dankjewel, we gaan ons best doen. Leuk. Zo, Vincent Martijn. Hi. Dit is Hidde. Karma Kebab en hij heeft de pitch voor jullie voorbereid. Dus Hidde, als jij er klaar voor bent, dan zou ik zeggen, ga van start. Yes. Mannen, welkom. In 2018 vroeg het legendarische Lowlands Festival om de meest duurzame nachtsnack te ontwikkelen. Dus gingen we aan de slag om de eindbaas van alle nachtsnacks, het broodje kebab, veel duurzamer te maken. En dat deden we door aan de slag te gaan met de producten die om ons heen groeien in Nederland. Lokaal gesourced producten. Het resultaat was Karma Kebab. En dat is eigenlijk de lekkerste kebab ter wereld, die toevallig ook vegan bleek zijn. Nou, na Lowlands vroeg het volgende festival ons om te komen met een foodtruck. Die hadden we niet, dus die leenden we. Na 40 festivals hadden we eigenlijk 2 dingen geleerd. Allereerst, dit product verkoopt niet alleen goed aan vegans, maar ook aan vleeseters. En ten tweede, als mensen het 1 keer proeven, dan proeven ze daarna vaak een 2e of een 3e keer nog een keer. Omdat het gewoon zo lekker is. Nou, in het kort, wat is Karma Kebab? Het is een 100% plantaardige kebab.
gemaakt van groente en graan. Volledig sojavrij, wat ons ook uniek maakt in de markt. Het is daarnaast knettertje duurzaam. Onze knollen komen uit een veld in de kop van Noord-Holland van boer Ted. Dus dat weten we precies te vinden en terug te leiden. Daarnaast hebben we een ongeëvenaarde smaak. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat tegen jullie zeggen, maar ik kan het echt bewijzen. Door gebruik te maken van die groente en graan is het in zichzelf al uniek. Lijkt het niet op eigenlijk veel van de andere sojaproducten die in de markt zijn. Maar ook de kruidenmix is specifiek voor ons gemaakt op basis van echt kwaliteit kruiden. En dat proef je echt terug. En dat hoeft u niet van mij te geloven. Dat kunt u teruglezen op Google, waar inmiddels 4,9 uit 5 sterren aan ons wordt uitgereikt door de mensen die het geprobeerd hebben. Ja. En ook vakjuries die beoordelen ons stevast goed. En dat is best wel bizar. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen tegen jullie zeggen, we hebben een heel lekker product. Maar als we kijken naar het onderzoek, dan is er in 2020 een onderzoek gepubliceerd waarin staat dat Nederlanders, eigenlijk maar 10% van de Nederlanders, plantaardige producten echt lekker vindt. Dus de andere 90% die zit het eigenlijk met tegenzin weg te werken. Mm. Wat ongelooflijk is om te beseffen. En als je kijkt naar onze scores, dan kan je denk ik met recht zeggen dat wij een nieuwe generatie vleesvervanger zijn. Nou, waarom vind ik dat onze bedrijven bij elkaar passen? Dat kan ik maar op één manier duidelijk maken en dat is om te gaan proeven met z'n tweeën. Dus ik heb voor jullie twee producten meegenomen. Een kapsalon en een pita, maar dan op de manier waarop wij vinden dat een kapsalon of een pita zou moeten zijn. Op een extreem duurzame manier en vooral extreem lekker. En voordat we gaan proeven wil ik jullie drie dingen meegeven. En dat is dat onze bedrijven ideaal bij elkaar passen, omdat we beide snappen, als je gaat voor kwaliteit en duurzaamheid, dat je dat terugvindt in de smaak. Daarnaast zijn we natuurlijk geboren en getogen op een festival, wat er ook voor zorgt dat het niet voor problemen gaat zorgen bij jullie in de keuken. Mm, het is extreem snel klaar. Uit eigen ervaring weten we dat het product ideaal geschikt is voor zowel afhaal als delivery. Laten we gaan proeven. Ja, ik zie jullie al heel lekker eten en ik kan me zo voorstellen dat jullie ook genoeg vragen hebben voor Hidde over het product. Die vragen mag je nog heel eventjes parkeren, want we hebben natuurlijk nog een pitch. Dus we gaan even luisteren naar Dino's. Dus onthoud de smaak, onthoud je vragen en dan zijn we zo bij je terug. Ja, Dino, als jij er klaar voor bent, dan zou ik zeggen start de pitch. Ik heb hier ieder geval zin in, dankjewel. Top. Dankjewel. Goedemiddag heren, ik ben Dino van Vegamasters en ik zal jullie even meenemen in ons conceptverhaal. Vegamasters is een jong dynamische organisatie die eigenlijk gewoon één duidelijke missie hebben. We willen de wereld van voed van morgen willen we gaan veganizen. En dat gaan we in kleine stapjes doen. Dus hoe kunnen wij partners en jullie als Qualitaria helpen om jullie doelgroep die stapjes te nemen om vegan producten te laten proeven en te ervaren. En als basis hebben we daar eigenlijk drie onderwerpen. En dat is de master, find the master. En hoe komen wij eigenlijk tot onze producten? Door onze platform, we hebben niet enkel gewoon een pure inkoopplatform, maar wij organiseren eigenlijk ook een foodplatform, Find the Masters, waar iedereen zich kan inschrijven, tot een moeder, of een vader, of een kind, die een goed recept hebben, een goed idee, die mag zich aanmelden en die mag dan van ons pitchen. En zo komen we eigenlijk ook tot onze producten. En daarbij zie je ook degene die zeg maar de master is geworden, die krijgt dan ook eigenlijk zijn eigen oorkonde. Die staat een hele jaar met zijn foto bij het product en dat zorgt eigenlijk ook het hele jaar door voor innovatie. Dus wij kunnen continu innoveren. En daar hebben we eigenlijk drie hoofdzaken hebben we daar meegenomen. Het één, het moet lekker zijn. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Dus een goede associatie. Daarnaast, het moet er ook goed aantrekkelijk uitzien. Dat vinden we ook belangrijk. Dus ook de totaalbeleving. En op het gebied van maatschappelijk hebben we ook nog doelstellingen die we daarna willen bereiken. Dat is minder CO2-uitstoot, waterreductie en ook tegen het dierenleed. Dat vinden wij belangrijk. En wat ook nog leuk is om te vertellen, is wij zijn een coöperatieve organisatie. We hebben bijna ongeveer 800 en 900 fans die ook nu aandeelhouders zijn geworden. Ja, hoe komt dat? We merken ook onder de jongere generatie betrokkenheid bij vegan, veganistisch, plantaardige producten. Dus ook daarmee zien we steeds meer dat jongere mensen bewust zijn van een soort levensstijl. Ja, en wij hopen om als juiste partner jullie te kunnen helpen om jullie klanten ook mee te nemen in die beleving. Hier staat voor jullie de Don't Be Chicken Burger en de No Way Burger. Eet smakelijk. En beleef. Proef, dankjewel. Nou heren, jullie mogen nog even lekker proeven. En ondertussen ook vragen opschrijven natuurlijk voor beide ondernemers. En dan neem ik jullie even mee naar buiten. Dankjewel. Ja, heren, je hebt je collega meegenomen, vertel. Ik ben Pascal. Mij noemen ze de oorspronkelijke oprichter. Of de baard, zo
zo noemen ze hem ook. De baard, maar ook oorspronkelijk oprichter van Karma Kebab. Ja, ja. Hey, jullie hebben zojuist gepitcht voor Qualitaria. Ja, wellicht om te kijken of daar een samenwerking in zit. Hoe ging het? Ja, het is 3 minuten waarin je zoveel wil vertellen. En helemaal als het je eigen bedrijf is, dan wil je natuurlijk alles over de bühne brengen. Dus 3 minuten is kort, maar ik vond het goed gaan. Ik zag blije gezichten, ja. Tof. Nou, we gaan zo meteen natuurlijk hun vragen horen. De vragen die ze voor jullie hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd. Maar ik ga ook eventjes kletsen met Dino. Yes. Yes. Dino, je hebt ook een collega meegenomen. Dit is... Hi, ik ben Isabo. Hallo. Ik ben pizzamaster. Ik ben ook de dochter van de oprichter. Kijk, en jij mag zo meteen ook mee naar de vragen natuurlijk van Qualitaria. Maar ik ben eerst heel benieuwd, Dino, hoe ging het? Hoe ging je pitch? Het is altijd spannend. Het is leuk, ook omdat je probeert toch mensen te overtuigen. En? Maar zeker bij het proeven, dan zie je echt wel emotie terug. Ja. En dat geeft je ook wel wat voldoening. Maar ja, ik zeg altijd, bij de finish liggen de prijzen, dus we zullen zien. Ik ga ze even polsen overnemen. Dankjewel. Tot zo. Heren, smaakt het? Ja. Ja? Ja, zeker. Positief verrast. Echt waar? Ja. Wat goed. Ja, jullie hebben net 2 hele interessante pitchers gehoord. Volgens mij van beide bedrijven die wellicht heel goed bij jullie zouden kunnen passen. Jullie mogen ze natuurlijk helemaal het hemd van het lijf vragen. Dus ik stuur de ondernemers naar jullie toe. Heel veel succes. Dankjewel. Nou mannen, ten eerste echt gefeliciteerd. En complimenten eigenlijk over de smaak. Dankjewel. Echt het gevoel alsof je kebab eet. En dat is ook eigenlijk mijn vraag. Hoe kan dat? Ja, we hebben wel bewust gekozen voor knolselderij, omdat die al vrij anijzig is van zichzelf. En goede shawarma heeft dat ook in zich. Dus dan kunnen we daar weer mee spelen met het kruidenpakket wat we eraan toevoegen. Ik ben echt de conceptenman. Ik ben verantwoordelijk voor de marketing binnen Qualitaria. Dus ik kijk altijd heel graag naar het complete plaatje. Is het ook een compleet concept? Broodje, saus en vlees? Of kunnen wij ook bijvoorbeeld alleen het vlees of het saus? Of dit is onze conceptenman. In principe koop je bij ons gewoon de kebab. En kunnen jullie er natuurlijk van alles van maken. We denken met alle liefde mee over hoe we het speciaal en bij jullie kunnen laten passen. Maar in eerste instantie gaan we voor de kebab. Ja. Ben ik vooral van het praktische. Inkopen, prijs, altijd ontzettend belangrijk. Smaak, Martijn zei het al, is waanzinnig. Ja. Maar als ik er 3 keer zoveel voor moet vragen als mijn normale broodje kebab, wordt het nog lastig om het aan de man te brengen. Dat snap ik. Ja, prijs praten we graag met je over verder. Als standaard kan je aanhouden dat we voor €15 per kilo zaken kunnen doen. Maar daar praten we natuurlijk in een totaalplaatje, inclusief het concept, graag met jullie over verder. Wij werken veel met seizoensproducten. Daar zouden we misschien wel een heel leuk op kunnen inspelen. Ja, dat gek is. Ja. Ja, heel leuk. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja. Dank. Nou, ten eerste complimenten voor de smaak. Fantastische producten. Het ziet er gewoon echt wauw uit. Hoe krijg je dit nou zo mooi gekleurd? Ja, de broodjes op de rechter, voor mij rechts, jouw links, is het biet erin verwerkt. Dus wij doen eigenlijk swappen. Dus eigenlijk de onnodige dingen zoals water, dat verplaatsen wij met wat bietensap, waardoor je dus gezonde stoffen zeg maar, in het broodje krijgt. En aan de linkerkant voor jou rechts is het paprika erin verwerkt. Ja, leuk. Hoeveel hoger ligt de prijs van zo'n vegan alternatief product? Nee, we hebben bijvoorbeeld nu in onze Dark Kitchens, die hebben wij ook. En daar verkopen wij een hele kit. Dus dan krijg je chipjes, een maiskop en een burger voor €14,95. Ik zeg, je hebt er wat bijproducten bij. Dat wordt in een mooie vegan mastersdoos geleverd. Dus dat is wat we nu doorrekenen naar de consument. En dat is eigenlijk in lijn met een kwalitatieve vleesburger. Ja. Leuk, dank jullie wel. Dank jullie wel. Heel goed. Jullie hebben 2 ontzettend interessante pitches gehoord vandaag. Jullie hadden ook voldoende vragen. Hoe was het voor jullie? Nou ja, we zijn hartstikke verrast door de beide pitches. We zien ook echt voldoende aanknopingspunten om verder in gesprek te gaan. Ik denk echt iets dat dit iets voor ons is. Maar dat klinkt al best wel concreet. En wat verwacht jij dan van zo'n samenwerking? Nou, kijk, dit zijn beide producten die wij redelijk makkelijk in ons bestaande assortiment kunnen implementeren. Dus wij gaan gewoon lekker snel aan tafel en gewoon alle details bespreken. Te gek. Dus wellicht binnenkort gewoon vegan assortiment bij Qualitaria. Bij Qualitaria, ja. Te gek. Ja. Wat een succesvolle dag.
Wil je ook samenwerken met een corporate? Kijk dan op www.kvk.nl/businesschallenge. En wil je meer weten over ondernemen? Kijk dan op kvk.nl of bel het KVK adviesteam op 0800-2117. Nou, vergeet niet te abonneren op dit kanaal en natuurlijk de volgende video te kijken. Doei doei!